Het Erasmus MC Sophia heeft een expertisecentrum op het gebied van vaatafwijkingen. Eén daarvan is de aardbeivlek. We noemen dit ook wel een infantiel hemangioom. Een hemangioom is een goedaardige kluwe van bloedvaatjes. Het is niet besmettelijk en kan niet kwaadaardig worden. Het komt voor bij ongeveer 5-10% van de pasgeborenen. De meeste hemangiomen liggen oppervlakkig in de huid en zijn rood van kleur. Soms liggen ze wat dieper in de huid, dan zijn ze blauw van kleur. Een combinatie van deze twee kan ook voorkomen. Hemangiomen kunnen overal op het lichaam voorkomen. Meestal zitten ze op het hoofd en in het gezicht. Een hemangioom kan ook inwendig voorkomen. Dit is erg zeldzaam. De kans hierop is vergroot bij meer dan 10 zichtbare hemangiomen op de huid. We maken dan een echo om dit te kunnen bekijken. Bij de geboorte zie je het hemangioom meestal nog niet. Soms zie je wel al een roze of bleke vlek met kleine bloedvaatjes. Daarna gaat het groeien. De snelste groei zit tussen de 2 en 3 maanden. Tussen ongeveer 4 en 12 maanden groeit het langzamer door of stopt het met groeien. Na de groeifase ruimt het lichaam zelf het hemangioom op. In de meeste gevallen is het hemangioom weg als het kind 4 jaar is. Vaak zie je dan nog wel iets aan de huid, zoals een verkleuring, overtollige huid of dunne huid. Bij de dieper gelegen hemangiomen gaat dit hele proces wat langzamer. De meeste hemangiomen hoeven we niet te behandelen. Een behandeling is wel nodig als het hemangioom een functie van het lichaam bedreigt of kan gaan bedreigen. Bijvoorbeeld als het zicht, de luchtweg of het drinken belemmerd wordt. Ook is een behandeling te overwegen als er zorgen zijn dat de plek die overblijft grote psychische of sociale last kan geven op latere leeftijd. De keuze om wel of niet te behandelen gaat altijd in goed overleg tussen ouders en arts. Ook starten we behandeling bij inwendige hemangiomen en bij grote, snel groeiende hemangiomen. En ook als er een verandering optreedt, zoals een spontane wond, korst of zwarte verkleuring. Want dan doet het hemangioom pijn en kan littekens achterlaten. De kans hierop is vergroot bij hemangiomen in het luiergebied. De behandeling bestaat uit een bloeddrukverlagend middel. We remmen hiermee de groei van het hemangioom en het verdwijnt sneller. We starten deze behandeling bij voorkeur voor de leeftijd van 3 maanden. Het medicijn wordt tot ongeveer het eerste levensjaar gegeven en kan zowel bij borstvoeding als bij flesvoeding worden gegeven. Bij heel dunne hemangiomen kunnen druppeltjes op de huid worden gesmeerd. Meestal zijn er weinig bijwerkingen. De arts geeft u hierover meer informatie mee. Als op 4- of 5-jarige leeftijd het hemangioom toch een storende plek heeft achtergelaten, kan een behandeling worden overwogen vanuit het expertisecentrum, waaronder laserbehandeling. Elk hemangioom is anders en wordt goed bekeken bij het bezoek aan de arts. Daar wordt, in overleg met u, beoordeeld of behandeling nodig of wenselijk is. Vragen naar aanleiding van deze film kunt u tijdens uw afspraak stellen.